Goedendag allemaal, welkom bij weer een nieuwe vlog van Novo Crop Control. Vandaag sta ik in een kas van een klant. Deze teelt biologische glasgroentes, waaronder paprika's waar we nou in staan, maar ook tomaten en komkommers. Hier komen wij één keer in de maand om advies te geven. En hier spreken we dan de data door, de plantsapdata en de grondmonsters. Maar vaak doen we eerst de grond beoordelen in de kas om te kijken voor de beworteling. Ik heb hier een gat gegraven om als voorbeeld te dienen. Hier bovenop zie je heel mooi de compost liggen. En hieronder de grond met de beworteling. Er is ook nog een worm gevonden hier. Dit geeft een goede indicatie dat de bodem erg actief is. Daarnaast hier in het gat wat we gegraven hebben, zie je goed de beworteling van de plant. Die tot hier ongeveer wat we gegraven hebben 40 centimeter diep is. Als die grond heel veel mineralen vrijmaakt, dan zullen we dit zien in de plantsapanalyse. Zullen we dus minder hoeven bij te strooien. Dus als de waardes te laag worden, dan kan dat betekenen dat we wel bijstrooien. Zoals je bij de planten hier wel al gezien hebt, zijn ze een beetje lichter van kleur. Dit is waarschijnlijk een mangaangebrek. Je kunt het wel zien op het blaadje. Dit wordt aankomende week gecorrigeerd met een bladbespuiting. Als jullie nog vragen hebben, dan weten jullie ons allemaal te vinden. Doei!